Helaas, Pindakaas heeft toch een van ons corona opgelopen. Waardoor we toch volgend jaar verder gaan met de foute kerstspecial. En het ergens in februari gaan publiceren. Weten jullie waar Huizenplan vorig jaar geëindigd is? Nou, daar gaan we verder. Brein is in de tussentijd verhuisd naar het pittoreske Zeeuwse dorpje om van de rust te genieten. Hij zit nu alleen thuis met de verkoudheid. Maar de anderen hebben een speciale verrassing voor Brein in petto. Ik ben benieuwd wat het is. Hallo invloggers. Ja, ik zit helaas thuis omdat ik corona heb. Maar ik heb lieve buren die voor mij dingen doen. Zo heb ik van Truus de buurvrouw deze heerlijke bonus gekregen. Want een bonus erbij, dat hoort hier echt erbij. En ik ga jullie de komende tijd meenemen in mijn coronatijd. Ja, u hoort het goed. Ik heb corona met de kerst. En wat ik deze kerstdagen ga doen, dat laat ik je zien. Dus wat ik al vertelde, ik zit alleen met deze kerst. Ja, je kunt blijven simmen over I'm so alone with Christmas. Maar ja, je kunt ook gewoon het beste ervan maken. Ik bedoel, je kunt nu heel hard vast zingen. Want niemand hoort je of niemand ziet je. Je kunt lekker gek doen. Je kunt het eten aan laten branden. Want ja, niemand die daarop let. Nou ja, alleen de buren als je natuurlijk te veel aanbrandt. Dan beginnen ze dat ruiken. Maar ja, dat moet je natuurlijk niet doen. Dat de buren het gaan ruiken. En het vooral, je hoeft je niet aan te kleden met de kerst. Je hoeft je niet je pak aan die net te strak zit. Omdat je net te veel pepernoten achter je kiezen hebt. Dat hoef je allemaal niet te doen. Dus soms heeft een nadeel ook best wel een voordeel. Alleen weet je wat ik me wel afvraag? Wat Duncan deze kerst doet. Zo, nou, we zijn er eindelijk. Wat moeten we doen, Alexandra? Zeg het eens. Kijk dit plantje. Ja, wat? De plant. We gaan de hele lekkere kerstkoekjes baken. Even nog een neutje. Hoppatee. Even een schotje aan doen. En hoppatee. Woe, let it snow. Een beetje hier nog. Woe, let it snow. Zo. Nou, en dan het vormpje. En dan doen we dit zo. Ja, bakken is gewoon mijn favoriete hobby. Ik kan het ook heel goed. Kijk maar hoe goed. Dit is gewoon meesterbakker. Zo. En dan hebben we dit zo. Alleen, ik weet niet hoeveel graden meer. Hoeveel graden moest het? Waar is mijn telefoon? Heeft iemand mijn telefoon ergens gezien? Ja? Ja? Even kijken hoor. Hallo ergens? Hallo? Oh, hier. Hier ligt mijn telefoon. Nou, top. Dan ga ik even Wesley bellen. Want Wesley is die chef-kok. Jammer. Ik ga even kijken. Maar wat ik ook wil zien, laten zien. Oh, mijn lamp is een kerstboom. Hij staat niet aan. Maar dat maakt niet uit. En we moeten dus. Oké, top. Nou, ik weet hoeveel graden die erin moet. Stop dit koekje in de oven. En je weet het, de magie van tv
is heel goed. Als ik in mijn vinger knip, hebben wij de koekjes. Nou, top toch? Top toch? En weet je wat ook het heerlijke is aan alleen kerstbier? Je mag je kerstkoekjes alleen opeten. Yum, yum, yum. Heerlijk. Yum, yum, yum. Wie legt al die knuffels dan hier neer? Oh. Nou, een kerstfilm. We gaan kijken. Home Alone 1. Nee, zo vaak gezien. Home Alone 2. Nee. Home Alone 35. Nee. Home Alone 350. Nee. West Side Story. Nee. Brian en de kerstballetjes. Nee, dat lijkt me een ballenfilm. Italiaanse kerst. Kerst. Oh, met van die bomen. En van die langgedekte tafels. En die lange gesprekken. En dan met het Italiaanse, van die Italiaanse mannen. Ja! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Green Screen Reizen. Reizen op een veilige manier. Oh, wat een kerstkast. Oh, ik hoor de kerstklokken. Ik hoor de kerstklokken. Ja! Het is kerst! Yes, het is kerst. Oh, heerlijk. Nou, ik ga maar slapen. Dan kan het wordt prachtig snel morgen. Ik vond het echt een leuke kerstpers verdelen hoor. Maar in de reclame vond ik wel een beetje apart. Even de kaarsje uitlaten. Zo, en het licht. Oh, mijn telefoon moet ook natuurlijk mee. Oeh. En even dit zo uitdoen. De voltaar is hier. Oh, het is zover. Het is eerste kerstdag. 25. Oh, wat heb ik er toch zo'n zin in deze kerst. Kampvuur, Skype bellen met Eva, Skype bellen met Duncan, Wesley en Alexandra. Het wordt misschien een andere kerst, maar ik heb er zo'n zin in. Is het al bijna 10 uur? Oh, ik moet snel. Ik moet nog ontbijt regelen, ik moet nog dingetjes doen, ik moet heel... Ik gooi daar in die hoek. Zo, ah, mijn bril. Die was ik al kwijt. Zo, dat was het beter. Dan gaan we deze even over de tafel heen leggen.
Zo perfect, ja. Oh, oh, ik moet echt opschieten. Och, ja. Ja, nu moet ik maar hier opzetten. Zo perfect. De laptop die lag hier. Ja, de rest van zo hoog meteen. Bordje. Van einde vriendschap. Ja, dat is het. Bam. En het is nu 10 minuten heb ik nog. Hij staat aan, Eve. Zo, nou, gezellig. Zullen we het even hebben over het eten? Nee, ik moet je wat vertellen. Oh, nou, dan doen we dat eerst. Je weet het, hè? Je weet het. Ja. Die onderbuurman van mij, hè? Oh, niet weer dat verhaal onderbuurman. Nou, ik wil eerst weten wat je eet. Nee. Ik ga het eerst vertellen, want ik zou het nooit geloven. Ja, vertel maar. Gisteren was die enorme sneeuwbui, hè? Ja, dat weet ik. En toen was het bericht dat je in de stoep moest gaan vegen, hè? Ja. Maar, ik hoorde om 5 uur 's ochtends, hè? Ja. Hoor ik allemaal gestommel, dus ik doe zo zachtjes het gordijn lopen om te kijken. Weet je wat hij doet? Die oude man, weet je dat die van 80, hè? Nee. Die staat er in zijn onderbroek sneeuw te scheppen. Ja. En die eet met de sneeuw, hè? Met de hark. Ja, moet ik nou de politie bellen? Nee, joh, niet van dat. We zijn hier gezellig kerstfeest aan het vieren. En nu ben ik al mee de hele tijd aan het praten over die onderbuurman. Die al vaak wat raar heeft gedaan. Dat de vorige keer stond hij naakt voor de raam. Het interesseert mij gewoon niet. Doe het zelf, alsjeblieft. Ik wil gewoon een gezellige kerst. Nee, ik wil een gezellige kerst hebben. Ja? Oh, ik kan niet meer. Oh, mijn buikje is echt helemaal rond gegeten. Oh, een extra rol. Ik ga sporten. Dat is een oplossing. Ik ga sporten om die extra rol weg te halen. Ja, let's go. Ik kom op 68. Stappen. Oh, ben ik bij mijn doel? Oh, bijna. Oh, ik kan niet meer. 540. Oh, ik kan niet meer. Ik ben kapot. Toebereid. Jezus. Oh. Oh, dan ga ik me even heerlijk verfrissen. En dan ga ik me heerlijk verfrissen en daarna ga ik een lekker karaoke zingen. Zo. Here we go! Gezellig kerstfeest hoort ook een prachtig vredesvuur. Maar nu maar hoop dat hij aangaat. Ja. Aan. Ik probeer het al een half uur namelijk. Maar het gaat niet. Nou ja, laat hem maar zitten. Zet voor de verrassing. Ja, onwijs bedankt, Truus. Ik heb de ander al net gebeld. Echt onwijs bedankt. Deze doos is zoveel voor mij. Ja, ik vind het ook zo knap dat jullie dit in zo'n korte tijd hebben gedaan. Ik begrijp dat je het graag wilt doen, maar dat je het doet. Ik bedoel, het idee alleen maar. Wauw, echt ontzettend gaaf. Nou,
Ik zie je zo bij Zoom. Is dat goed? Doeg, Truus. Doeg. Brian, gebruik van mij eens een kerstdiner. Zal ik me even hier neerleggen? Kerstkaart. Ah. Lieve Brian, hier staat je kerstdoos voor je. Het eten is hetzelfde zoals wij eten. Dus als je straks via Zoom zit, dan eten we samen hetzelfde. Groetjes, Alexandra, Duncan, Truus en Wesley. Ah, dat is leuk. Oh. Fantastisch. Wat leuk, een kerstboom. Wauw. Zeker weer Truus geweest. Oh, en die bloemetjes. Dat is typisch Alexandra. Die legt even hier neer. Oh, en die kerstservetten is typisch Duncan. Zo, ik ga dit even zo hier neerzetten. Zo, en dan neem ik het kerstdiner wel even mee naar de keuken. Zo, dan heb ik een zakje. Zo, nou dat is best niet zeker heerlijk voor me gekookt. Oeh, deze moet ik ook. En deze ook mee naar de keuken. Deze niet. Deze ook wel even hier zo. Zo, voilà. Zo, deze zo. En dan gaat de rest mee de keuken in. Zo, hè. Poeh. Nou, ik ben zeer benieuwd wat ze verzonnen hebben. Druk nu op de spatie. Ik heb een leuke verrassing voor jou. Samen met Duncan, Alexandra en Truus. Een leuke video voor jou. Omdat je een beetje alleen bent met kerst. En kijk. Ik heb hier zelfs een foto met jou. Ja. Zalig kerstfeest. Ik ga nog lekker mijn tweede toetje opeten, want oh, het was zo lekker, het toetje. Oh. En ook nog... Wie heeft het licht uitgedaan? Wesley Duncan!